Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe les van Edius. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het monteren op de ritme van de muziek. Dus je hebt een stukje muziek en daar zit een bepaald ritme in. Dat noemen we een beat. Het is net een hartslag. Telkens komt die terug. En op die ritme gaan we proberen te monteren. Gaan jullie mee? Ik heb een stukje film op de tijdlijn gezet en die ga ik even een stukje afspelen. Je hoort, er zit een duidelijk ritme in en die komt steeds terug. Boom. 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 En dat is wat ik bedoel. Dat is het ritme wat in een muziekstuk zit. Dat zit bijna in elk muziekstuk, zit er een bepaald ritme. En daar gaan we proberen op te monteren. We doen dit scherm even weg. En we kijken even naar dit scherm. Ik heb hem hier op de tijdlijn neergezet. En ik heb hier de audio. En dit is het allerbelangrijkste wat er is om te monteren op de maat van de muziek. De audio. Want in die audio, daar zitten pieken. Nou, hoe gaan we dat doen? Dat zal ik jullie uitleggen. Allereerst gaan we naar het audiospoor. En jullie zien hier in dit audiospoor, dat is niet zo groot. Dus we gaan even naar de rechterzijde, eenmaal aanklikken. Dan wordt hij grijs. Rechtermuisknop, high en zetten hem op 5. En jullie zien al, hij is al een stuk groter geworden. Maar hij staat ook op stereo en jullie moeten nog wat veranderen, namelijk in de instellingen. We gaan eventjes naar de settings, naar de user settings. We gaan eventjes naar de application. We gaan naar de tijdlijn en jullie zien hier, ik heb het al in een vorige les gezegd, hij staat op lineair. En dat moeten we gaan veranderen in log. Log dB. Dan gaan we nog eventjes naar de preview. Onscreen display. En veranderen deze in min 5 en min 9. En misschien dat die bij jullie iets anders staat. Maar we veranderen dat in min 5 en min 9. Apply en zeggen oké. Okay. We sluiten eventjes onze monitor. En we gaan weer even terug naar de audiolijn. Jullie zien, ik heb hier een stereo lijn staan en die gaan we even veranderen in mono. We gaan met de rechtermuisknop gaan naar properties. En jullie zien hier stereo, mono all channel. En we zetten hem op 1 of op 2. Dat maakt niet zoveel uit. Als we nu kijken wat hier gebeurt, ook al in het vorige hoofdstuk hebben we dat behandeld. We zeggen apply en we zien één spoor. Dus dit wordt al duidelijker. We zeggen oké. We gaan nu naar de linkerzijde en zetten de tijdlijn op 5 frames. En kijk eens aan. Dit is al een hele verbetering. Als we verder gaan, dus we zetten op 2 frames, dan wordt die nog duidelijker. 1 frame. Maar het fijnste is eigenlijk als je hem op 5 frames hebt staan. Als we nu naar het begin van de tijdlijn gaan. Ik schuif hem eventjes terug. Daar zien jullie hier de grote pieken. Dus we kunnen nu precies op de ritme en op de beat van de muziek kunnen we dus monteren. En zo zien jullie
dat je precies op de maat van de muziek kan monteren. We pakken de monitor er even bij en we draaien hem nog eventjes af. Kijk hoe dat geworden is. En precies op de maat van de muziek zie je de beelden verspringen. En zo hoort het. Ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Download hem. En maak er een leuk filmpje van. Ik ben zeer benieuwd hoe jullie dat doen. Zijn er nog vragen? Dan hoor ik het graag. En natuurlijk, vergeet als laatste natuurlijk niet dat je deze, die audiolijn, even rechtermuisknop, properties, eventjes terug moet zetten op stereo. Apply en zeg oké. Tot de volgende keer.